Voor de camper heb ik ook iets nieuws. Dat verraadt het al een beetje. Maar dat helemaal. Dus ik heb twee nieuwe stoelen om vooraan te zetten. En dat zijn stoelen, dat zijn echte kamperstoelen. Dus dat betekent dat ze twee van die dingen hebben aan elke kant. Als armleun, dat die verstelbaar zijn. Ook heel de stoel op zich is in verschillende richtingen verstelbaar. Ze hebben een geïntegreerde gordel. En ze staan op een draaiplateau. Ja, dit is een beetje roestig. Ik heb de indruk dat de stoelen vrij nieuw zijn. Maar dat die plateaus wel hergebruikt zijn ofzo. Dat wel... Hier staat tijdelijk roest op. Ik ga dat zien of ik iedere keer kan van onder halen. En opnieuw afschuren en verven. Dat dat wat proper staat terug. En dan kan ik ook zien of ik die plateaus moest smeren of niet. Er zitten kabels bij hier voor de verbindingen. Dat is voor de gordelspanner en de airbag. Het airbagsysteem. Aan de andere ook. Nu deze voor de passagier. Die kan ik denk ik vrij gemakkelijk. Dus dat is die dubbele bank dat verdwijnt. Ja, ik heb €1500 betaald voor die twee. Dat is, ik denk dat dat een goede prijs is. Want ze zien er goed uit. En sowieso zo'n enkele stoel zijn gemakkelijk 4, 5, €600 kwijt. Als je af fabriek twee enkele stoelen wilt, met wat opties zit ook al gemakkelijk aan €1000. Er zijn goedkoper. Je kunt ook in plaats van zo'n full option stoel te kopen, kun je ook goedkoper. Ik denk dat het €400-500 is als je tweedehands zo'n enkele stoel als dat ik voor de bestuurder nu heb. Hè. Maar die zijn minder uitgebreid. Die hebben maar één zo'n arm. En die maken nog altijd, je kunt dat hier wel zien. Hè. Dat zijn dan zo'n stoelen. Hè. Die zijn iets minder verstelbaar. Die hebben geen draaiplateau, hebben maar één van die verstelbare armen. En maken gebruik van die gordel. Ook die hoofdsteun is niet echt bruikbaar. Hè. Terwijl daar heb je echt goede hoofdsteunen. Ik denk op zich dat ik de diender wel gemakkelijk ga uitkrijgen. Het enige probleem dat ik mogelijk heb, is dat ik hier twee gordelspanners heb en daar maar één. Dus dan moet ik die ene van een weerstandje voorzien, maar ik heb wel de twee airbags. Ik denk als je zo'n dubbele bank koopt, dat je eigenlijk beter de enkele airbag neemt als je op termijn toch naar één stoel wilt gaan. De standaard is een dubbele bank. Het is naar een enkele bank dat je meer betaalt. Maar ik denk dat je dus beter altijd bij één airbag blijft. Dan kun je ook geen probleem hebben als je achteraf naar één enkele stoel gaat. Voor de keuring is van 2 naar 1 is geen probleem. Dan schrappen ze dat gewoon. Maar je kunt nooit van 1 naar 2 terug. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En dan bij deze heb ik denk ik ook een optie in de weg die in de weg gaat zitten. Want hieronder, onder deze stoel zit een verwarmingsunit voor de laadruimte. Maar dat neemt volgens mij, dat is volgens mij te hoog. Want die hebben zo'n speciale verlaagde voet. Zie je, daar is echt niks van ruimte onder. Omdat dat draaiplateau daartussen zit. Een nadeel van zo'n standaard stoelen te kopen en daar zelf een draaiplateau tussen te steken is 1. Dat volgens de keuring niet mag. Tenzij dat je een goedgekeurd draaiplateau kunt vinden. En 2, dat je dan heel je stoel enorm verhoogt. Terwijl dat systeem is gewoon de standaard hoogte nog altijd. Volgens die, ja dat was bij een firma waar dat allemaal kan net in afbraken volgens mij. En mobile homes en zo. Qua bevestiging zou het simpel moeten zijn. Die voorste moet er volledig uit aan, de buiten. En die achterste, hier staat dat open van achter. Dus die kunnen gewoon losschroeven en erin schuiven aan de achterkant. Maar sowieso, als je daaraan begint, altijd de accu loskoppen. Nooit die gordelspanners losmaken als de accu aanstaat, want dan. Dan ga je storingslampjes krijgen van airbag enzovoort. Dus altijd eerst accu los. En dat doen ze. Ik ga eens proberen. Ik weet niet of ik ze wel ga inkrijgen, maar ik ga gewoon eens proberen wat dat er
wat of niet nodig is. Ik heb ondertussen wat stoelen uitgehaald dat wat duidelijker is. Dus batterijlaskoppel is niet meer dan die plateau eruit halen. Dat is zo hier met een muntstuk. Kunnen we dat wegdraaien en dan kunnen we dat er zo onderuit schuiven. En dan zie je die klem daar liggen. Dat is eigenlijk de negatieve klem. Die kunnen, dat is mijn snelspanner. Die kunnen gewoon losmaken en eraf nemen. Die draden heb ik ook net losgemaakt. Want kijk, dat ding heb ik eigenlijk. Ik ga dat eraf, want ik heb dat eigenlijk nooit gebruikt. Dat was eigenlijk omdat op dit moment mijn 12 volt systeem daar, die accu's daar, zijn eigenlijk niet gekoppeld aan mijn 12 volt systeem van de auto zelf. En ik dacht, stel dat ik dan zonder accu zit of zo, als het leefaccu betreft, dan kan ik hier mijn coolbox en zo nog insteken. Of als de kinders hun telefoons willen laden, kinderen, dan kan dat hier, maar uiteindelijk hebben ze dat niet gebruikt. Dus ik ga dat gewoon wegnemen. En dat zit toch in de weg, want we gaan hier nu. We gaan kijken voor hier dus één stoel dat hier een doorgang krijgt, dan zit dat toch in de weg. Het zou nog vlot gaan, denk ik. Ik heb hier gewoon dat paneel zat daar van achterop met drie schroefjes losgemaakt. Van voor zit er dit ding op, een rooster. En dan onder de zetel zat dat. Dat is denk ik een krik zeker of zo. Ja, dat is een krik. En een sleep, oog en zo. Maar dan zie ik hier al, kijk, dat zijn die tjoepen waar dat hij gewoon opschuift. Dus daar, dat moet ik zelf niet losrijden. Daar schuift hem gewoon op de zetel. En van voor, zie daar, zitten twee bouten die ik moet losmaken. En dat is hier het hordelding. We laten de eerste steek erin. Het ging er vlot in. Ja, hier zie je, is die wat roestig. Hier ook zie ik. Ik ga dat wel eens opkuisen allemaal. Kijk, maar voor een dien zit daar dat verwarmingselement onder. Dus dat moet weg. Omdat er geen plaats meer in is. Plus dat die brandstofleidingen. Dat gaat volgens mij ook naar daar. Hè. Ja, kijk. Zie je, die brandstofleidingen lopen naar daar. Naar dat verwarmingselement. Dus dan moet ik. Ja, ik denk. Zelfs al is dat hier een quick disconnect, dan nog heb ik het probleem dat die volgens mij gewoon volledig in de weg zitten. Dus ik ga denk ik vragen in de garage dat ze dat kunnen verwijderen voor mij. Het hordel ABS probleem kan ik gemakkelijker oplossen. Ik ben hier gewoon die snelbinders aan het losmaken. En hier, die heb ik al losgemaakt. Dan heb ik gewoon. Dat is zo'n hordelspanner. Dus die is er al uit. En nu moet ik nog deze losmaken. En dan subiet in de kabinet vervang ik die gewoon. Dan heb ik een dubbele, waarbij dat er één gewoon nooit ingeplucht is. Als het goed is, dan werkt dat nu gewoon. Waar is het airbaglampje? Ja, hier. Dus dit moet eigenlijk uitgaan. Als dat uitgaat, ja, alles is goed. Ik ben aan het doen om een keer te kijken voor waar dat die brandstofleidingen komen. En kijk, de Jos was ook heel geïnteresseerd, want het is daar blijkbaar een nestje. Allemaal isolatiemateriaal. Dat is waarschijnlijk hieruit gevist hebben. Om daar iets mee te maken. Hè. Joske, zit er leven in. Pak het, hè. Pak het als je wilt. Ah ja, en ik heb nog eens verder gekeken naar de juiste prijzen van die stoelen. Want, dus de opties die je hebt. Af fabriek kun je twee enkele stoelen kopen. Gewoon het feit van twee enkele stoelen. Dat kost maar €75. Dus dan heb je twee zo'n stoelen. Die leuningen,
Die armleuningen kosten 100 euro. Ik denk dat dat per stoel is, dus waarschijnlijk is dat 200 euro. Maar dan die draaiplateaus, dat zijn draaistoelen. Als je draaiplateaus wilt, is dat dat veel geld kost. Dat kost 1200 euro. Of fabriek als optie. En dan heb je volgens mij nog altijd zoiets van zetels in. Nog altijd geen... geen dergelijke luxe stoelen. Maar dus die brandstofleiding moet ik vinden omdat ik dat zou moeten kunnen loskoppelen. Er lopen daar twee leidingen, maar volgens mij is die ene leiding, een brandstoftank zit daar, dus volgens mij is de ene leiding gewoon echt naar de motor toe. Dus ik mag denk ik wel maar één leiding elimineren. En hiervoor dat kan ik denk ik gewoon hier losmaken. Dat eraf, dan gaat dat plastic er ook wel afgaan. En dan kan ik kijken om die gordel te verwijderen.